Vandaag wil ik je even voorstellen aan het spel Regenwormen. Het is een vrij eenvoudig dobbelspelletje, waarbij de kippen, de deelnemers, dus tegeltjes gaan verzamelen door te dobbelen. En ik ga je dadelijk even uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Het dobbelen gebeurt met 7 dobbelstenen. En het aantal ogen in totaal op de dobbelstenen gaan dus van 21 tot en met 36 moeten uitkomen. Je mag tijdens het spel verschillende keren bepalen met het aantal ogen dat je verder gaat. Ik ga even een kleine ronde demonstreren hoe je dat doet. Dus als je de eerste keer speelt, de eerste deelnemer, en die ziet hier een worm, 2 5'en bijvoorbeeld en 2 4'en en dan nog 2 aparte getallen. Nu, je moet altijd, om je worp te geldig te verklaren, minstens 1 worm in jouw aantal dobbelstenen terecht laten komen. Dus minstens 1 worp van wormen erin, minimum 1 worm. En ik zet die dus al opzij, dat is, en die is 5 punten waard, die worm. En dan mag ik een tweede keer gooien. En ik mag zo lang mogelijk gooien totdat ik alle dobbelstenen gebruikt heb. Maar ik ga geen mislukte worp mogen gooien, want dan stopt mijn beurt. Dus ik heb hier een worm. Ik heb een 3, 2 4'en, een 2 en een 5. Ik zie, ik heb al een worm. Ik ga die 2 4'en valideren. Dan heb ik al 5 plus 8, 13 punten. En dan ga ik weer verder. Ik ga nog eens bekijken hoeveel punten kan ik nog scoren. En ik ga hier de 5 uithalen. Dat is dan 18 punten in totaal. Ik ga nog één stapje verder. Ik behaal weer een 5, die mag ik niet en die mag ik ook niet gebruiken. Ik heb geluk dat ik nog een 1 overhoud, want anders was mijn worp mislukt. Dus ik heb al 19 punten. Ik moet nog 2 punten halen om de kleinste tegel eruit te vissen, eruit te pikken. Maar ik ga ja, een 5 en een 1. Dus wat betekent dat? Wel, ik heb een mislukte worp, omdat ik een 5 en een 1, daar heb ik al voor gekozen. Je mag geen enkele dobbelsteen met het aantal ogen dat je al geworpen hebt, dat mag je niet meer gebruiken. Dus het is mislukt. Vervolgens ga ik verder en de volgende deelnemer mag spelen. In principe moet je dan jouw laatste tegel die je gewonnen hebt ook terug afgeven en in de rij terugleggen. Maar dat heb ik dus nog niet aan het begin van het spel. En bij een mislukte worp moet je eigenlijk ook de laatste tegel omdraaien. Maar als je geen tegel hebt om terug te geven, dan is dat niet verplicht. Dan mag dat zelfs niet. Enkel als je een tegel terug hebt geplaatst, ga je de hoogste omdraaien. Het speelt ook in het voordeel van het spel. Mislukte worpen bedoel ik. Dat is niet interessant in dit spel. Maar het bevoordeligt de rij. Dat je niet zo een hoog aantal ogen meer moet gooien. En met de tijd ga je één voor één nog eens een aantal mislukte worpen gooien. En de hoogste tegeltjes die verdwijnen. Het spel wordt misschien ook een beetje korter en is een beetje gemakkelijker om wat lager aantallen te gooien. Dus ik heb een mislukte worp. Ik ga het nog één keer voordoen met een tweede worp. Hier heb ik 3 wormen. 2 van 3, nog eentje, dat is 3 van 3, en 1 5. En dan begin ik met de 3 wormen. En dan ga ik
nog eens gooien. Dus ik heb 15. En ik ga een 19 eraan toevoegen. En dan ga ik weer verder. En ik heb 3 tweeën. Dat is een 6. 19 en 6. En dan komen we uit op 25. Dus deze tweede speler krijgt het regenwormpje. Twee regenwormpjes van het tegeltje 25. En zo kan het weer een heel deel verder gaan. Ik kan bijvoorbeeld eens voordoen als ik een heel aantal tegeltjes had. En ik gooi bijvoorbeeld een 3, 3 ene, een 2, een 4 en een 5. En ik zet de 5 opzij. De regenworm in dit geval, dat is ook een 5. Ik ga nog eens gooien, omdat ik zeker wil zijn dat ik iets bekom. Ik heb 2 vijven. Die 2 wormen mag ik niet meer gebruiken. Dus ik heb hier al 15 gegooid. En dan ga ik... De 5 mag ik niet meer gebruiken. De 4 eventueel. Dat is 19. En dan ga ik verder. 19. Ik heb de 5 al gegooid. De 4 ook. En ik heb daar een worm. Die ik ook al gegooid heb. Ja, het is een mislukte worp. Ik heb ogen gegooid die ik al heb gekozen bij de andere dobbelstenen. Dus wat moet ik nu gaan doen? Ik moet de tegel terugleggen en de hoogste tegel omdraaien. En dan gaan we weer verder met een klein voorbeeldje. Twee ene, een worm, een 3, 2 vieren en 3 ene. Ik pak de 2 vieren. Ik gooi weer een 4, een 5, 2 en een 3. Ik gooi allemaal verschillende deze keer. Dat is niet zo interessant, maar ik ga daar misschien de 3 uitnemen. Ik denk dat die minder vaak gegooid wordt. Dat is weer een 3. Ik heb 2 tweeën, een 1. Pak een 1. Dan heb ik 12 in totaal. Ik ga nog eens gooien. Dat is de 3 weer en de 2. Oelala, dat is 14. Een 3 en een 1. Dit is een mislukte worp. Ik heb die al gegooid. Dus, wat moet ik nu doen? Ja, in het geval dat ik geen tegels meer heb, kan ik ook geen andere tegel de hoogste tegel ook niet meer omdraaien. Omdat ik zelf ook geen tegeltje heb. Dat is de regel. Ik denk dat dat de voornaamste regels zijn die ik kon uitleggen bij het spelletje. Dus het kan vrij lang duren. Wat er dan ook nog van belang is. Stel dat een of andere persoon een tegeltje heeft met de waarde. Dat is speler 1, speler 2 en speler 3. En ja, ik heb met het aantal ogen gegooid. En ik gooi 26. Ik gooi 26. Exact 26 moet het zijn. En een andere speler, ja, voilà. Ik heb gezien dat die andere speler 26 heeft op zijn tegeltje, dan mag ik dat tegeltje voor mij nemen, bovenop
het voorgaande tegeltje dat ik gewonnen heb plaatsen. En ik mag de onderste tegels niet meer laten zien. Iedereen weet alleen welke laatste tegel ik ontvangen heb. En zo gaat dat spelletje weer verder. Ook als je in het spel zelf bezig bent en je hebt een waarde gegooid. Stel, ik gooi nog eens met de dobbelstenen en ik ga mijn waarde, stel dat dit de eindwaarde is. En ik heb hier 10, 25, 26, 27, 31 gegooid. En ik zie toevallig 31 staat niet in de rij. De tegeltje is er niet meer. In dit geval mag je wel een lager tegeltje nemen met nummer 30 in dit geval. Dus dat moet je zelfs. Dus deze deelnemer neemt het nummertje 30, ook als hij 31 gegooid heeft. Het is 31 normaal. In het geval dus dat iemand een getalletje gooit wat hoger ligt dan bij de personen, dat gaat niet. Je moet exact, als je van iemand anders een tegeltje wil afpakken, moet je exact het getal gooien wat de andere speler op zijn hoopje heeft liggen, bovenaan het hoopje. En de andere zaken, die zijn niet belangrijk. Het is eigenlijk een heel eenvoudig spel als je het zo bekijkt. Ik heb me daar eerst ook van afgevraagd, is het niet wat complex? Maar dat zijn een paar extra regeltjes waar je af en toe een klein beetje rekening mee moet houden. En dat is het. Ik hoop dat je genoten hebt van deze korte uitleg.